Dag Jean-Marie, ik ben blij u te ontmoeten en ook een judo-legende die veel presteerde. Ik begreep uw weg, uw taio of uw pad. Hè? Ik heb ook dat pad betreden, dat is een andere weg. Uiteindelijk, de verschillende wegen, uiteindelijk komt dat toch allemaal samen. Ik vind het ook een eer voor u mijn exclusief boek aan te bieden ook. Uit eigen begeer ook uiteraard, dat is ook meer een alternatieve ding. Kijk, u moet maar een keer inkijken ook, ja. Er zijn verschillende artikelen die ik daar gemaakt heb ook. Bijvoorbeeld, kijk, de invloed van de meester in de krijgskunsten. De invloed van de meester, meester of sensei Jean-Marie. U begrijpt ook de invloed wat dat allemaal heeft op het sociale leven, op de sport, op het innerlijke ook vooral. Ja, ja, maar ik zeg dikwijls tegen mijn atleet, hè. Jullie hebben de universiteit van het leven gedaan. Ja. En dat is ook zo. Hè. Ze hebben ook door de sport te doen contacten gehad, de wereld rondgereisd. Het zijn globetrotters geworden en dat is een fantastische. Met alle culturen en zo in contact gekomen. En net zoals jou, sport is een passie. En voor jou is sport ook een levenswijze. Ik moet een keer een artikel uitpakken, ik kan daarover spreken. Maar het moet toch op je gemak leven. De juiste weg. De stilstaande boom haalt zijn eigen weg. Maar hoe lang heb je in China gezien? Een paar maanden, ja. En ik heb ook die Shaolin. In Nepal en zo? Nee, gewoon in een Songshan, in een Shaolin-tempel. Ik weet dat dat kent. Ja, Shaolin. Dat is de plaatsgemaakt van de martial arts in de wereld. Daar gaan er miljoenen, miljoenen mensen naartoe. Miljoenen. Ja. Ik ben daar, kan ik ook sporten. Alleen ik wil maar zeggen, kijk, iedereen kan sporten. Want in een kleine ruimte, ik ben geboren aan de Zuid in Gent. Dat is een rijke côté, maar ik woon hier aan de andere kant. Maar kijk, ik heb je op tv gezien in Gent-Brugge, dus ja, 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 dat is... helemaal daarvoor nog, hè. Ja. Alfred Pieters. Dat was toen een judoka. Ja. Dat was een judoka, Pieter, zoals zijn voornaam. Wat verdorie. Maar Lou Reed? Ja, Lou Reed die kwam ook bij mij. Nice to meet you. You do Tai Chi Chuan Tsai. Doe Tai Chi Chuan Tsai. Jij ook geleerd van de meester? Ja, de sportshow met Marleen de Wouters. Ja, ik heb een paar keer gezien. Ja. Ook zelfstandig. Ik ben ook zelfstandig in de krijgskunst, ik begin maar. BTW, dat. Ja, al die soortelijke dingen, ik heb dat allemaal meegemaakt. Maar in het begin, in het eind jaren 80, ik had Van Barneveld en Johan Laats, ook Harry van Barneveld. Ik ben mee nog eens. Ja, en ik zeg, als jullie willen voortdoen, dan moet je professioneel worden. Ja. En ik had ze ingeschreven als zelfstandige en zelf een sociale wet betaalde. Oh. Ja, echt gebeurd. 108.000 euro, ik weet het nog heel goed. In 1990 was het alweer. En het jaar erop, hè, komt de fiscus zeggen, onwettig statuut. Oh. Ja, en dan, ja, dat is echt gebeurd. En dan achteraf heb ik kunnen onderhandelen met Blozo, met Kalahalle. En is het topsportstatuut ontstaan en werden ze betaald volgens een soort contracten van de overheid. HESCO-contracten noemen dat. Maar dat was echt, omdat je zegt, ik was zelfstandig, dat werd niet aanvaard. Topsport, de judo, dat werd niet aanvaard. Maar de voetballers, speciaal statuut, wederende speciaal statuut, allemaal de ploegspelers. En voor ons was dat. Dat is echt gebeurd. Dus daarmee dat je zegt, als je zelf zelfstandig geweest bent. Het yin en yang, dat is ook belangrijk. Hè? Wat is yin, wat is yang? Je begrijpt mij wel. Man, vrouw. En ook bijvoorbeeld in bepaalde houding. Kijk, het groeten ook. Jan, dat is Jin. Het garde wordt ook, dat zijn veel principes ook van Jigoro Kano bijvoorbeeld, ja. Meegeven om te verdwenen. Het garde gaat tegen het zachte. Want gartige gart is niet goed. Jullie gezond te zijn. Zachte weg, hè? Op veel vlakken. Ja, maar hard beoefend. Ik heb ook een cadeau bij voor u, hè? Ja. Ja. Mooi. Dat is hier voor. Voilà. Amai. Oh, alsjeblieft, voorzichtig als je het eruit haalt. Ja.
Middelkerker. Ja, de Markeloon dus. Ja, ja. Oh, dank u vriendelijk. We zijn de champagne gemeente, hè? Ja, dank u vriendelijk. Een mooi cadeau, hè? Kijk ook, kijk, we moeten toch nog op uw gemak lezen. Taal het leden in de krijgskunsten. Wat versta ik daaruit bijvoorbeeld? Vroeger ook, ik ben 55 jaar al bezig. Er waren verschillende, nog een beetje die sociale klassen ook. Leraren weet ik allemaal over bepaalde dingen. Er gaat de arbeiders ook, maar bepaalde leraren, het is relatief natuurlijk, die weerden zich van de cumité, van het gevecht. En zij gingen dan in commissies en alles uitleggen en doen. En die arbeider, ik heb dat allemaal meegemaakt, die zat soms in de nationale ploeg, die fighting. Begrijpt u? En die taalatleten, zij maakten toch ook eigenlijk de krijgskunsten kapot. Het was geen krijgs... Allee, ja, het was wat, bedoel, wat bedoel je? Wat bedoel je de taalatleten? Wel, de taalatleten, dat zijn, ik spreek van zoveel jaren geleden, mensen die een bepaalde educatie gehad hebben, maar zij wilden ook krijgskunsten doen. Ja. Maar eigenlijk hadden ze die ambitie niet voor dat gevecht en ze vermeden dat, begrijpt, omdat het eigenlijk het yin en yang was er niet, bestaat niet. Ik noem dat een beetje bij ons, was het een beetje de katacultuur. Ja. Judo is nog altijd een vechtsport. Ja, ja, natuurlijk. En dan heb je die katacultuur voor degenen die te zwak zijn. Die, ja, die te zwak zijn om te vechten en zo. Door, ja. En dat apprecieerde dat, he. Het apprecieert dat wel, maar zo, zij verzamelden de dangraan. Ja, ja, dus je, de competiteurs, eerste dan, tweede dan, ze hadden geen tijd om al die examens en weet ik veel. En dan heb je die kat-atleten die een vijfde en zesde dan werden en de zaak overvleugden. Ja, ja, ja. Terwijl dat de echte spirit van de sport, dat zit in de vechtkunst. Ik vind dat ook belangrijk. Kijk, zit in de vechtkunst. Ik heb gevecht, ik heb verschillende kampioenen gemaakt. Ik heb zelf op de tatami gestaan. Ik deed alle dingen. Ik heb alles meegemaakt. Alles, van A tot Z. Ik keek er niet naar. En dat was ook, dat geeft de eenheid van het judo bijvoorbeeld, hè? Van de martial arts. Het thema met ander. Yin en yang moet samen gaan. En zo begrijp je ook die essentie. Je kunt er allemaal goed uitleggen en een schoon kattertje doen, maar uiteindelijk mankeert iets. Dus het is net als onder nafte. Ja, wel, het is dat wat ik bedoel. Wat jij hier schrijft, het werd nog erg toen bloze cursussen vertreden en docent meestal uit taalatleten bestond die het statuut bekomen door een status van leraar. Zo hebben we meegemaakt in de Hutten dat een internationale wedstrijdvechter gebuist werd terwijl hij nogthans op alle vlakken een prima karateka was. Gebuist doordat de docent op je. Dat is dat wat ik bedoel? Dat zijn dezelfde mensen die gaan dan katas volgen en heel wat show verkopen ten opzichte van de wedstrijdje ook, als die daar geen tijd voor hadden, maar wel de sterkste. En de essentie van de sport was. Nu zie ik wel. Ze moeten totaal atleten. Ja. De babbelaars. Ja, voilà. Laat ik zeggen. Kijk, zo'n verschil moet er toch maar niet meer. Vechten met de toon in plaats van het. Ja. Het paranormaal ook in de krijgskunst. Ik weet niet dat het. Daar ben ik minder een voel aan. Omdat ik wel veel uitgeduwd heb, dat kan allemaal gebeuren. Ja. Het begrip fanatisme in de krijgskunsten. Bijvoorbeeld het begrip, ik ben niet fanatiek, maar ik train alle dagen. Ik ben 71 jaar, alle dagen doe ik persoonlijk training, 4,5 ben ik in bezig. Dat is gepassioneerd. Ja, voilà. Maar ik ben niet fanatiek. Fanatiek heeft iets negatiefs, maar gepassioneerd is gepassioneerd. Mensen zeggen, ja, ik kan karate, ik kan judo doen, ja, en waarom op perfect zijn, en op een gegeven moment een kaars, en dan ga je uit, uiteindelijk. Ja. Maar voor mij, het is een levenswijze, het zit in mij, ik doe het, maar toch ben ik ontspannen. Dus, ah ja, dat moet eigenlijk ook. Het is een levenswijze. Ja. Gehandicapte invalide in de krijgskunsten met Stijn Konings, die ook bij mij heeft. In die film, er was ook een leerling van mij, zo'n brame. Allee, het is ongelooflijk wat dat die mens deed. Dus Stijn Konings heeft zelfs tegen een kindje die doof is? Ja, ja, ja. Denk het, he. Stijn Konings, ja. Goed, ja. Van, mooi. We gaan dat ik je met plezier lees. Altijd kan nog iets... Kijk, federatie vroeger en nu. Ik ben in verschillende federaties geweest. Maar uiteindelijk
ben ik dat allemaal verlaten, want uiteindelijk deed ik meer dan nodig. Dus zo gebruikte ik mij altijd. Ja. Ik vond dat nutteloos, dat zij mij gebruikte. Ik was Sint-Niklaas niet, ik heb hem dat gezegd ook. Ja. En tijdelijk heb ik mijn eigen ding gedaan. Ik weet wel, al dat alleen, ik zei het ook altijd. Dus ik ben ex-parallel commando geweest ook. Allee, ja. Eigenlijk, als het alleen infiltreert, is het dan sterker van het leger. En ik ook, ik was veel intelligent op organiseren. Ik deed alles alleen en ik kon stop. Ik moet niet beslissen, dan moet ik 10 commissies doorgekruist. Maar door het feit dat zij rond zijn, ben ik al 10 keer rond. Mijn oorlogen met de federatie zijn beroemd geworden in de tijd. Ja. Ik ben nog naar de rechtbank gestapt om atleten geselecteerd te krijgen. Ja. In 1997, Europees kampioenschap hier in Oostende. En de federaties, ja dan de Waalse federatie, de Vlaamse federatie, en ruzie maken en afloppen. Ja, ik ken dat allemaal. Ik had het een keer doornemen, want ik denk dat we zo'n beetje gelijklopende geschiedenis hebben. En de gelijklopende strijden gestreden hebben. Ja. Voilà, kijk, ik ben blij met het uiteraard. Het is wederzijds. Ik legende, vooral wat dat gepresteerd heeft dan al. Jammer dat Bel dat niet waardeert. Niet genoeg, dat ik het zo zeg. Voilà, mag dat er best in. Ja, dank u wel. Ik heb dat ook in mijn mail gezet, voor je samen eventueel een workshop te geven. Ja, maar ik kan... Fout maar. Weet je wat dan mijn volgende workshop is? Nee. Opereerd worden aan mijn rug. Wat een mond. Ik heb gezegd, ik heb 12 jaar geleden zijn mijn plaat ingestoken en nu boven die plaat is terug. En... plaat moet verlengd worden, dus... Treden nog? Sporten of het een of het ander? Ja, fietsen. Dus het ene dat nog kan geen kilometer meer wandelen. Daardoor, doe maar een probleem. Maar ik moet me laten opreden, ik moet de tijd vinden nu om het laten opreden, maar ik moet de tijd hebben. In het weekend kon ik niet gaan. Maar ja, het is... kijk, als je sport gedaan hebt... Judo is ook... En nu betaal daar een prijs voor, maar de prijs is ook... Ik ben 71, voor de rest ben ik een heel goede shape, een goede gezondheid. Maar veel geabimeerd. Ik werk veel met Qigong en dan, met energie en dan. Ja. Ik een manier, ik heb ook altijd hard getraind, maar speciale oefeningen intern en die geleerd en Chitano, dat verbetert het lichaam wel. Ja. Alleen dat moet eigenlijk. Van harte bedankt. Voilà. Gaan we een keer een foto met je. Zeker om dat hier te komen. Ah, met de bikkele hende. De hende. Kijk, dat is eigenlijk... Van de pasta. Yes. Achter.